used to, you used to. Allow me to lace these little douches in your bushes. Oh. Big Papa. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag een maandag. En mijn haren die zijn nog steeds plat. Ik weet niet, ik vind deze dagen mijn haarstijl plat vind ik veel beter dan... Gewoon plat. Plat is de nieuwe motto, mensen. Goed, we zaten vandaag op de planning. Vandaag weer een uitzending. Vorige week heb ik de uitzending gemist. Maar vandaag gaan we er gewoon weer keihard tegenaan. Forex uitzending, ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Dus laat dan maar beginnen. En ik, de snor en ik, die zeggen volg! Minke! Was dit het moment? Oh my god. Minke die vroeg aan mij vandaag van luister, ik ben vandaag gangster gekleed. Ja. Omdat ik graag in de vlog wil komen. Ja, precies. Maar ik moet eigenlijk mijn jas dan ook nog aandoen. Eigenlijk wel. Maar dus ik zei tegen haar van ik ga wel filmen, maar die gaat het niet merken. Ja. Nou, en dat is gebeurd. Ja, doe eens even je jas aan. Ja, ik ga even laten zien dat je bij de Bloods hoort. Ja, nee, want dan komen ze allemaal. Oh, sorry. Oh, de Crips. Oh nee, wacht, de andere. Oh ja. Zo. Zo, oudje. Nee, je moet Westside gooien. Gooi je Westside? Juist. Oh, nu ben je... Den Haag dan? Den Haag? Ja, de dan moet je... Den Haag? Nee, dan doe je 070. Hoe doe je dat? Dan doe je 0520. Dus dan doe je dit, 5 en dan 2 en dan 0. Wat is dat dan? Dat is 070, 5 plus 2, 7. Oh ja, 0, 5, 2, 0. Ja, gangster. Mink is de vervangster voor Dinja. Voor Dinja. Lekker in Bali. Hè, Dinja, je bent lekker aan het genieten in Bali. We missen je, Dinja. Nee, we missen je niet, blijf daar. Nee, we missen je heel erg, Dien, echt waar. De show is echt een catastrofe zonder... Nee, geintje. Geintje, Minke, geintje. Geintje. Ja? Ja, vind het echt leuk. Oké. Dankjewel. You're welcome. Ik ben nog nooit iemand zo dankbaar geweest dat hij bij mij in de vlog is gekomen. Nee, maar hier moeten jullie in de vlog geweest. Kijk, hier moeten jullie een voorbeeld aan nemen, mensen. Ja. Al jullie ondankbare mensen denken maar dat het allemaal vanzelf gaat komen, maar nee. Je moet er keihard voor werken. Ja. En dat heeft Minke gedaan. Goed gedaan. Dit mogen ze eigenlijk niet zien, hè? Wat dit? Ja. Want je bent nu eigenlijk live op de radio. Toch? Oh ja. Ja, klopt. Dus misschien wel een paar puntjes aan. Dit mag niet, hè? Eigenlijk niet. Even een paar puntjes pakken en dan puntjes. Ja, lekker meedoen. Oh, ja. Goed, man. Wil je nog iets zeggen? Ik wil nog zeggen, ja. Blijf luisteren naar Phoenix. Blijf luisteren. Waar zitten we op? Op welke frequentie zitten we? Welke ether? Nu 98.4. Nu 98.4. In Rotterdam 91.8. Oh, als ja. We nu in Utrecht of Amsterdam waren, was 96.1 geweest. Het is de meer. Weet je wat vandaag iemand in de comments zei? Ik ging het een beetje lezen onder de vlog. Zeiden, Samir was eerst die verlegen jongen die niet wist wat hij moest doen op de camera. Maar nu is hij gewoon de smaakmaker van de vlog. Ja, niet veel. Tijd zou je leren, toch? Emsje, maar Samir, hè? Maar Samir, we moeten nog steeds een nieuwe rijpje voor jou verzinnen. Kijk, je bent nog steeds een super Marokkaan. Nog steeds geen baan. Nog steeds geen baan, maar ja. Goh, zet het dus weg nu. Wat heb je nu? Uiteindelijk. Oké, we doen zo. Sammy de super Marokkaan. Veel saaf, Marwelubaan. Dat kan ook. Dat doen we. Sammy de super Marokkaan. Veel saaf, Marwelubaan. Dat doen we. Dat is de nieuwe mensen. Dus als jullie hem tegenkomen op straat. Ik heb een nieuw petje gekocht, mensen. Weet je welke pet ik heb besteld? Welke? Gucci. Ik heb deze besteld. Weet ik je? Allemaal door Joët, biggetje. Ja? Weet je die blauwe? Nee, ik heb een beetje die gewoon precies als die Joët heeft. Joët die komt met een Gucci pet en ik vind hem mooi en hij stond mij eindelijk, stond een Gucci pet mij echt gewoon goed. En hij wil hem niet aan mij geven. Ik bel hem 3 dagen achter elkaar. Hij wil hem niet aan mij geven. Hij wil hem niet aan mij verkopen. Hij wil niet zeggen waar hij die pet vandaan heeft. Toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Gisteravond, holla. Ik ging naar Gucci Store. Ik ging kijken zo op Google. Maar, jullie weten zelf van mij. Ik ben niet iemand die echt dingen koopt en zo. Van die gekke dingen. Gucci is goed. Maar nu heb ik een Gucci pet gekocht. Ja, die komt een van deze dagen is die binnen.
Dan gaan jullie mij zien met de Gucci pet te lijken op Samir. Gucci pet, Gucci pet. Maar goed, we zijn onderweg naar Barbershop Saba. Volg! Je moet ook zeggen volg Samir. Volg! Mikey, ja. Armo is jouw neef, hè? Armo? Nee, man. Waarom niet? Bro, ik heb geen homo's met blonde haren. Oei, 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 oei. We zijn geen Cristiano Ronaldo, toch? Oei, wat zijn wij dan? We zijn van die YouTube-pagina. Heel, Mikey. Deel jij, NS? Deel jij, NS? Waar is NS? Kijk of ik hem in mijn binnen... Ja, kijk eens daar zo. Kijk, mensen. Hij heeft nog steeds mijn pet gestolen. Ja, joh. Ja, joh. Ja, joh. Ja, probeer maar te verstoppen, joh. Ze zien alles wat je doet. Hoe kun jij met het van elkaar? Ja, wat denk jij, vriend? Canon Mark 2 aan Matsko. Gaat je hier gewoon bewegen? Nee, ik zie gewoon. Kijk, NS loopt nu die kant. Hij loopt nu achter mij zo. Kijk, hij gaat deze kant op lopen. Kijk eens, hij heeft iets in zijn handen. Hij gooit ja, het nu, vroeg, hij gooit het nu weg. Ah, nee. Niet verschijnen in de krantenkop, nee. Wat is dat? Alle mannen komen hoger op. Binnen binnen kan niet wachten. Wat is dat? Mini-trapper. NS! NS, doe je met snippen? NS, knip, knip, knip. Doe alleen zijkant voor mij, ja. Doe alleen voor hem zijkanten. Oh, opschiet, ja. NS de Bob. Kom ik ga voor jou niet. Wat? Zodra je toen ik jou eerst keer had gevraagd, jij wou niet. Kijk, broeder van andere moeder, die ziet het, hè. Kijk, oh, je ziet het, hè, opa Norma, je ziet het. Opa Norma, je broertje wil hem niet knippen. Ja. Wow. Doe ik eerst kijken voor jij zei dit, toch? En mij, wil je mij wel knippen, NS? Ja, ja, oké. Okay. Maar ik hoef niet geknipt te worden. Maar waar is Mo dan? Hij is in de wc. Is Mo in de wc? Hallo? 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 Ben jij aan poepen, Mo? Oh, sorry, wist ik niet. Ali Hedi zei tegen mij dat ik moest aankloppen bij jou. Isi zei tegen mij, ik moest bij jou aankloppen. Tuurlijk, van de avond winkel, ik vroeg aan hem om geraakt. Ja, sexy. Goed geknipt, man. Je hebt hem mooi geknipt, man. Ola, mee heb geknipt, hij heeft geknipt. Hij wilde dat de eer gaan strijken. Is gek, hè, Mikey? Die is gek. Die is helemaal gek. Die is helemaal gek. Zullen we hier de super Marokkaan even passeren nou? Hallo, concurrentie, wat is dit? Koekoek, kijk uit. Hallo. Hallo, hallo. Allemaal rood. Is dat allemaal? Krijg je het er ook bij, al dat rode? Koekoek. Wat is nou met jou dan? Heup, elleboog, wat is nou met jou dan? Edit wel die rode plekjes eruit, hè? Dus als jij dit nu gaat doen van mij, hoef ik geen foto ervoor te maken. Ja. Samir, kan je wisselen? Wat zeg jij? Voor mijn kennis. Sta niet in mijn weg. Wat deed je net zo? Ah, wat is het? Skruk. Dit doe jij dit als je doet. Hoe ga je doen als je doet? Vigatar en Nes! De Vigatar! En nu weer alles opruimen. Marokkaan, ze hebben hier de zuur! Hoe denken jullie dat hij rijk is geworden? Cent op rapen van andere mensen. Volgende dag, en zoals jullie net zagen, een beetje gek geit in de kapper. Dan naar huis gaan, in slaap gevallen. En ja, nu ben ik wakker. Dat zoals jullie zien, overduidelijke dingen zeggen. Maar goed, ik moet nog even wat zeggen, mensen. Ik moet het zeggen. Omdat er zoveel wordt gevraagd en elke keer als iemand mij tegenkomt of in de reacties en dat soort dingen vragen ze me. Hoe zit het nou met het gevecht tussen jou en Armo? Nou, dat gevecht tussen mij en Armo zal waarschijnlijk niet komen. Waarom? Die poster die we hadden gemaakt voor dat event, dat werd gemaakt puur om hem een beetje zeg maar, te motiveren dat hij ja gaat zeggen. Maar uiteindelijk stuurt zijn broer, de management, een mailtje van nee, Armo is geen seksattractie, hij wil niet meedoen, dit en dat.
Dus bij deze zeg ik ook meteen van, hij wil niet vechten. Zijn broer wil niet voor hem vechten. Snapking die wil niet vechten. Met vechten bedoel ik in de ring, hè? Niet zeg maar, weet toch, we houden het nog wel gewoon professioneel. Want daar houdt hij van, professionaliteit. En dat doen we nog steeds. Maar dat wil hij helaas niet doen. Dus ja, mensen zeggen, ja, ben je dan tegen iemand? Nee, nee, nee. Hij, alleen jij. Alleen jij. Als jij nu kijkt, want ik weet dat je elke vlog van mij kijkt. Want zelfs in je eigen vlog doe je dingen na die ik doe. Volg! Vergeet niet. Dat is van mij. Dat heb ik al geclaimd jaren geleden. Sorry. Maar goed, maakt niet uit. Laat dat mensen. Dan weten jullie nu ook hoe dat zit. Voor de rest. De track van Younes. De clip van Younes. Ik ga straks ga ik naar Younes toe om de clip aan hem te laten zien. En dan gaan we even kijken hoe en wat. Maar. De clip komt als het goed is aanstaande zondag om 4 uur online. Hou het in je agenda. Younes, Erotiek. Al mijn jongens, 4 uur zondag staat die online. Hou mijn social media aan de gaten. Ga die van hem ook even checken. En geloof me, deze aankomende paar dagen gaan we even goede promotie tegenaan gooien. Zodat we gaan vliegen met die clip. Die clip moet gewoon, daar moet gevlogen mee worden. Gewoon. En hij is als het goed is deze week ook te beluisteren op Spotify. Maar ik zeg daar nog wel wat meer over wanneer dat online staat. Dat komt nog helemaal goed. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onder de reactie achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een pauw! Sylvana ging bij Denk. Werd bedreigd door Ingrid en Henk. Die kwam uit de kast. Holleder die zit weer vast. Op de vlogs deed Biggie bij Pauw. Zero Fox vond dat niet lauw. Geertje wil steeds minder. Maar zijn vrouw die zit op